Is het einde van goedkope energie aangebroken? En als dat zo is, wat kunnen politiek en bedrijfsleven daaraan doen? Daarover ging het eerste energiepodiumdebat, georganiseerd door Gasterra. Hans Alders, voorzitter van Energie Nederland, waarschuwt voor stijgende prijzen. In welke omgeving voeren we die discussie? Die discussie hier voeren we in een omgeving waarin de energiebehoefte wereldwijd ongekend toeneemt. En dat element lijkt zowel in Europa als in de individuele lidstaten heel weinig indruk te maken. Dick Benschop, president-directeur van Shell Nederland, voorspelt een enorme groei van de wereldwijde vraag naar energie, die vooral komt uit Azië. Net 7 de miljardste wereldbewoner verwelkomd. Dat heeft slechts 12 jaar geduurd, van 6 naar 7. Die groei gaat door. Het goede nieuws daarbij is dat heel veel mensen in China, in India en elders in de wereld uit een situatie niet van energiearmoede alleen, maar van armoede überhaupt komen. En de eerste stap op weg naar ontwikkeling zetten leidt tot natuurlijk enorme groei in de vraag naar energie. Voor de eerste brommer, de eerste koelkast, wat er dan ook gebeurt. Die economieën gaan door een zeer energieintensieve fase van groei. Dus we zullen in de komende tijd de vraag naar energie voorzien verdrievoudigen of verdubbelen. Oplossingen worden gezocht in nieuwe vormen van energie. Biomassa kan daarbij een belangrijke rol vervullen, vertelt Dorette Corbeij. Biomassa is een van de oplossingen van het energieprobleem en kan een bijdrage leveren aan het klimaatprobleem. Biomassa is nu 15% van de totale energievoorziening. En volgens sommige schattingen kan het minstens 25% worden, of misschien zelfs wel 30%. Maar Noé van Hulst, secretaris-generaal van het Internationaal Energieforum, denkt dat fossiele energie de komende decennia dominant blijft. 1.500 miljard per jaar is er nodig om dus de stijgende vraag te dekken en natuurlijk de obsolete, de verouderde capaciteit te vervangen. En dat is dus een enorme opgave waar we met z'n allen voor staan, waar het bedrijfsleven voor staat, maar ook de overheid om het klimaat te creëren om die investeringen te laten plaatsvinden. Dus de eerste grote trend, stijgende energievraag. Tweede is, fossiele brandstoffen blijven dominant. Dus oké, fantastisch, al die roadmaps, maar als je kijkt naar alle realistische scenario's, dan zie je dat nu is 80% fossiel. 2035 zal dat zeker nog 75% zijn. Wat doet de Nederlandse politiek? Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren wil naar een groenere energievoorziening. Ik denk dat nu juist een kans ligt om energie betaalbaar en eerlijk te maken. Decentrale energieopwekking, mensen in staat stellen om straks hun eigen energie op te wekken thuis, zodat je die inderdaad stijgende prijzen kunt opvangen. En ik vind dus dat daar de investeringen moeten liggen. Dat zonnepanelen op het dak, kleine windmolens in je tuin, alles om decentraal te zorgen dat mensen hun eigen energierekening in toom kunnen houden. Roland van Vliet van de Partij voor de Vrijheid wil tot slot vooral werken aan betaalbare energie. Absoluut, want Henk en Ingrid krijgen het weer voor hun kiezen. En kijk, energiedebatten tegenwoordig gaan over 2 toverwoorden. Dat is vergroening en verduurzaming. Maar dat zijn niet onze toverwoorden. Onze toverwoorden zijn leveringszekerheid en, ja, betaalbaarheid. En daar hoor ik alle andere partijen in de Kamer veel te weinig over. Is het einde van goedkope energie in zicht? De kopstukken bij het energiepodiumdebat vrezen van wel. Nu is het zoeken naar de oplossingen. Daar leest u meer over op energiepodium.nl.